Deze video is een samenvatting van mijn dag, dus ben je benieuwd hoe een dag bij mij eruit kan zien? Kijk dan vooral verder. De ochtenden beginnen bij mij rond een uur of 7. Ik maak me dan klaar voor de dag. Ik doe mijn make-up en mijn haren. Ik moet zeggen dat mijn make-up routine eigenlijk heel erg simpel is. Vaak doe ik gewoon maar wat en ik probeer het zo natuurlijk mogelijk te houden. Want ik hou er niet van om echt een make-up laag op mijn gezicht te hebben. Wanneer mijn haar en make-up gedaan zijn, wordt het tijd om een outfit voor de dag uit te kiezen. Vandaag koos ik voor een blouseje met een pantalon. Vervolgens ging ik Milo uitlaten, zoals iedere ochtend. Een korte ochtendwandeling en toen werd het tijd voor een ontbijtje. Milo wilde ook van de spinazie genieten. Ik had een omelet met spinazie dus. Na het ontbijt ging ik gelijk op pad, want ik was namelijk uitgenodigd voor een opening van een nieuwe zaak in Amsterdam. En hierna ging ik door naar de Primark, want ik was benieuwd naar hun nieuwe collectie, naar hun zomercollectie. Alleen, ik had uiteindelijk niet heel veel gekocht. Ik had wel een aantal dingetjes gepast en uiteindelijk had ik een paar jurkjes gehaald. Vervolgens ging ik naar huis, had ik onderweg nog een bagel gehaald en na de lunch ging ik content maken voor een samenwerking die op de planning staat. Later op de middag ging ik een ijslatte maken voor mij en mijn vriend. Ik vind het altijd wel lekker helemaal als het warm weer is. En hier kan ik dan ook echt van genieten. En toen kwam er een pakketje binnen. Ik had namelijk een nieuwe camera besteld. Een vlogcamera. Ik had deze al heel lang op het oog. En ik was heel erg benieuwd of het mij zou bevallen. Dus ik ging gelijk het uitproberen en er beelden mee maken. En zoals je kunt zien heeft het een beetje een wide angle effect, dus ja, je krijgt best wel veel op beeld. De kwaliteit vind ik ook heel erg aangenaam, dus heel erg scherp. Het enige nadeel is dat hij best wel schokkerig is wanneer je hem vast hebt, dus hij heeft volgens mij geen ingebouwde stabilisator. Dus dat is een minpuntje, maar voor beelden zoals dit vind ik het echt ideaal. Voor avondeten hadden we pasta carbonara en Richie had gekookt en het smaakte onwijs lekker. Het is altijd zo erg vullend, maar ook wel heel erg smaakvol. In de avond ging ik mijn kledingkast opruimen, uitzoeken en opnieuw indelen. Want ik had namelijk nog geen zomer- en voorjaarskleding in de kast hangen. Terwijl dat nu wel nodig is, want de temperaturen in Nederland die gaan nu langzamerhand stijgen. Dus dit was mijn avondactiviteit. Ik ging ook even verschillende items aandoen om te kijken of ik het nog wilde hebben. En ik heb ook een aantal items weggedaan en nu is mijn kledingkast weer helemaal ready voor het nieuwe seizoen. En dat was alweer mijn dag. Ik ging me klaarmaken voor bed en toen werd het alweer tijd om te gaan slapen.